HLS Horeca Logistic Services, dus wel even service binnen de horeca. We zijn de grootste bierhandelaar in België, nationaal, omdat wij ook in België verdelen depots hebben op vier verschillende plaatsen. Hoofdzetel en het grootste afdeling is in Ternat, HLS, Ternat. Maar daarnaast hebben we ook nog een vestiging in het Luikse, in Waanderen, HLS Sud. Daarnaast hebben we ook nog een vestiging in Vlaanderen, in Deerlijk, tegen Kortrijk, HLS West, met een depot in Oostende. Want de markt, de horecamarkt voor Vlaanderen is natuurlijk seizoenaal aan de kust. Omdat wij, ook een stuk prestige zou ik bijna zeggen, Brussel willen beleveren, emissievrij, vanuit Ternat. En dat sluit perfect aan met de rijkwijde van de vrachtwagens, etc. Het voordeel is dat we een enorme productie aan zonne-energie via de zonne-energie hebben van elektriciteit, zoals zonnepanelen, internat. En dat sluit daar perfect op aan, want onze vrachtwagens vertrekken 's morgens om 5 uur naar de klanten. En we moeten Brussel uit zijn om 11 uur, restricties van de overheid. Dus dan hebben die de ganse namiddag om op te laden van onze eigen productie. Wij zijn momenteel nu bezig met de vernieuwing. Dus jaarlijks vernieuwen we onze vloot. Natuurlijk, de basisvloot was diesel. En dus we zijn nu bezig met onderhandelingen met alle mogelijke partijen om de nieuwe aankoop te lanceren voor dit jaar. Ja. We gaan, vandaar dat ik mijn dispatch erbij heb. Dus we gaan vandaag... Hij was al zeer geïnteresseerd.